Nou, Riek, wat zeggen ze dan zo mooi? Het is voorbij? Ja, Natja. Ja, ja. Vertel eens, want dadelijk begint receptie, zal ik maar zeggen. Afscheidsviering, dat klinkt ook een beetje ingewikkeld. Ja, ja, ja. Receptie, wat gaat er allemaal gebeuren, denk je? Ik weet het helemaal niet. Ik sta er gewoon van te kijken. Ik weet het niet. Ik vraag wel af. Kun je iets vertellen over de carrière die je hier in het gemeenschapshuis en nou de pet gemaakt hebt? Nou, carrière. Ik ben dus bij Harry de Kruijman gewoon in de bediening begonnen. En ja, verder bij Powell en bij Struus en bij Ger Rutte even. En toen ben ik dus zelfbeheerster geworden. Ik heb het al keihard gedaan, maar ik zeg nog steeds van het is wel afscheidsfeest voor mij, maar ik heb mijn personeel ook nodig gehad. Anders had ik het ook echt niet allemaal kunnen bolwerken wat we nu allemaal al die doen. Ja, want langzamerhand is het denk ik echt een bedrijf geworden. Ja, ja. Ja, dat is het ook. En als ik personeel nodig had of zo, ik hoefde maar iemand van ons thuis te vragen of iemand die je kende, neem nou Pim Voesten maar van, oh Pim, kun je even komen helpen, want ik zit vast. Oh, dat kan allemaal, dat hoefde maar te vragen en ze deden het, ja. Ja, want hoe lang heb je gewerkt hier? 31 jaar. 31 jaar en dan ermee stoppen, doet dat een beetje pijn? Nou, als ik eerlijk ben, niet, want ik ben er echt aan toe. Ik weet gewoon voor mijn eigen, voor mijn gezondheid, dat ik ermee moet stoppen. Of ik moet aan meer medicijnen en dat wil ik ook niet. Dus. En dat krijg je ook tijd voor andere dingen. Ja. Heb je hobby's of was het werken hier de enige hobby? Het werken hier, dat was mijn hobby. Maar de voetbalclub, naar het voetballen gaan kijken, dat was mijn eerste hobby. Maar moet ik werken, dan werk ik. Maar als ik het gevergd kan krijgen, dan moest het personeel werken en was ik op het voetbalveld. Ja, nou dat is mooi dat je dat zegt, want nou is er vandaag een feest hier vooral. Maar 4 kilometer verderop is er een hele belangrijke wedstrijd voor SSS. En daar kunnen we dan niet naartoe, denk ik, of wel? Nee, dat doe ik ook niet. Want moet ik echt werken, dan werk ik ook. En dit is georganiseerd van tevoren en dat konden we gewoon niet anders. Maar als we het geweten hadden, dan houden we natuurlijk de datum verzatten. Ja. En een hotline met volharding? Hoe bedoel je? Nou, is er iemand die belt in, die de uitslagen doorgeeft of zo? Of die appt? Of iemand van de familie nabuurs? Dan zullen er gemakkelijk bellen, want er gaan er verschillende heen, ja. Maar ik heb mijn telefoon toegesloten, dus ze kunnen mij niet bellen. Oh, je wilt het helemaal niet weten na vanmiddag? Jawel, dat wel, maar dan blijven ze misschien aan het bellen en dat past ook niet. Nee. Ben je iets van het programma van vandaag? Wat gaan ze allemaal doen? Ik weet er helemaal niks vanaf. Het is een grote verrassing. Ja, het is echt een hele grote verrassing, ja. Nou las ik in ons eigen erf een stukje hè, wat ze gemaakt hebben. En dan zei ik even, ja, ik hoop dat ze mij straks ook nog allemaal goeiedag zeggen als ik in de deur ben. Want ja, ik weet niet of ze mij dan nog willen kennen. Dat klopt, dat heb ik ook gezegd en dat heb ik ook steeds gezegd. En ook tegen mijn eigen kinderen en zo. En ook zo tegen de mensen die vrouw van God, heb ik een wens of wilde iets. Dan zeg ik altijd, als de mensen om een goeiedag blijven zeggen, dat is bij mij het belangrijkste. Ja, maar dat zal toch, denk ik, of niet? Dat denk ik ook wel, ja, maar ja, je weet wel, hè, als je stopt en je bent te weg. Maar ik blijf bij de voetbalclub naar koffie in schudden en dan komt dat wel goed. Ja. En we hadden het straks over hobby's. Wat gaan we nou allemaal doen met die tijd die over is? Oh, dat valt wel mee. Ik heb veel ander werk. Er zien best wel mensen die eens ooit bij mij over huidje kwijt kunnen. En dat was nou ooit wel heel hectisch dat de kinderen zijn van ze weten allemaal dat ik smiddags thuis ga eten. En dan zaten er weer een paar mam, is spreekuur al voorbij, kunnen we rustig eten. Ja, en veel verstelwerk voor Jan en alle man. En onze Patty kreeg de tweede kleine. Nou, daar ga ik dan maar een beetje op passen. We gaan veel fietsen. En nou was het altijd van, ja, ik moet eerst even kijken of ik moet werken. En anders dan ga ik jullie, maar dan ga ik niet meer. Ja. Dus je kreeg tijd voor ook heel veel leuke dingen dan? Ja, 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 gewoon mijn eigen dingen. Ja, en nou was het gewoon mijn werk. En Ik dat deed ik ook het liefst, want was ik zondags vrij en het was hier gesloten. En dan kon ik goed 1 uur of 10 hierin gaan en dan gewoon even alles nalopen, nakijken. En dan pak ik een kopje koffie en dan ga ik in de foyer zitten en het plein en mensen kijken. Gewoon lekker even alleen gaan zitten genieten. Ja, en ze wisten ook wel te vinden hè, als er iets was met het gemeenschapshuis of met de pit. Ja,
dat klopt. Dat had ik goed, want een keer op het voetbalveld werd er gebeld van, ik heb op het gemeenschapshuis gebeld en ik moet iemand hebben en ik kreeg niet aan de telefoon, maar dat was een muziekmiddag, dus ze huurde gewoon de telefoon niet. Dus ze dan fiets ik wel gauw even op en neer. Maar dan, ja, op dat moment denk ik wel bij mij, wat verdorren die rotten telefoon. Maar dan fiets ik gauw op en neer en dan kom ik terug en had nog niks gemist. En hadden dan de winnende goal gemist, dan was het nog niet erg geweest. Ja, kijk. Nou, zo is dat met hart en ziel verknocht aan het werk. Ook wel een beetje een hobby dan, denk ik. Dat is het inderdaad. Want als je het niet als hobby ziet, dan kun je er ook echt niet zoveel uren in steken. Want het was gewoon fantastisch. Als je neemt die jongen van de bond ten avond, maar die gewoon altijd repeteren. Nou, de repetitie van hier, als hier alles weg was. Nou, dan was altijd van, nou jongens, je kunt. Maar als je in huis gaat bellen en mee komen halen. Ik heb mijn pyjama en de jas erover met de auto. De alarm erop en hun die brachten mee naar huis. Ja. En dan was het wel goed, klaar. Daar leed niemand iets van. Het was sowieso al een stukje voor de bonte avond geweest dan, denk ik, of niet? Ja, dat wel, ja, maar dat hoeft allemaal niet. U werd misschien volgend jaar bij de bonte avond, hij komt er nog eens terug op dat groot scherm. Dat zou je kunnen, maar dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik heb het al het keer gedaan en als je iets geer doet, dan hoeft het allemaal niet. Dan weet je gewoon dat de mensen er ook blij mee zijn. Als je ziet dat de mensen gelukkig zijn met wat je brengt, ja, dan is het gewoon mooi. Ja. Nou, oké, prima. Nou, dan wens ik u heel veel succes met al die vrije tijd die je krijgt. En geniet straks van dat mooie afscheid, want dat zal ongetwijfeld zijn. Ik denk het ook wel, ja. Ja. Ik stoot tenminste mijn verrassing te wachten, ja. Ja. Oké, nou, heel veel genieten beneden. En tot weer. Oké. Nogmaals, hartelijk dank voor 34 fantastische jaren voor het gemeenteshuis. We zijn er daar ontzettend dankbaar voor. Ik wil daar heel veel feliciteren en natuurlijk hoort er ook een bos bloemen bij. En uiteraard de cadeaubon overhandigen voor de reis naar Lourdes. Dankjewel.